Mariette Hamer ontvangt vandaag de grote politieke partijen. Gisteren waren het de kleintjes die aan de beurt waren en vandaag dus de grotere politieke partijen. Ze trapte gesprekken af met Gert-Jan Segers van de ChristenUnie en Mark Rutte van de VVD. Die is als laatste aan de beurt voor die gesprekken. Nou, ook met hen gaat ze het hebben over dat nationale herstelplan. Hoe komen we als Nederland enigszins goed uit deze crisis? Dat heeft ze gisteren ook met die kleinere partijen besproken. En ook ligt al op tafel een coalitievoorkeur. We horen natuurlijk de hele tijd dat het moet gaan over de inhoud. Maar toch wil Mariette Hamer in ieder geval weten welke partijen met welke zouden willen samenwerken. En de rondgang op het Binnenhof, schrijft het AD, daaruit blijkt dat die grotere partijen daar toch enigszins verrast over zijn. Dat ze daar vandaag al naar gevraagd worden over hun coalitievoorkeuren. Aan de andere kant zou je kunnen denken, het is natuurlijk ook handig als je weet, ja, wie wel met elkaar wil werken en wie niet. Ja. Verbaast jou dit, Aino? Nou, ik had het niet direct verwacht dat dat vandaag al aan de orde zou zijn. Want het was een rondgang. Gisteren met de kleinere partijen, vandaag met de middelgrote partijen. Maar ik kan me wel voorstellen dat je op tafel wil hebben of de kleine of de middelgrote partijen willen samenwerken onder Rutte. Ja, wat mij wel een klein beetje verbaast is dat de GroenLinks-wethouder uit Amsterdam op allerlei manieren gisteravond bijvoorbeeld bij WNL Haagse Lobby ook een oproep doet richting Den Haag om te samenwerken. Dus het lijkt erop alsof zij graag willen. Maar de vraag is of je inhoudelijk veel overeenkomsten hebt, ja, om dat ook te kunnen realiseren. Nou ja, zo'n oproep om samen te werken, Maries, is denk ik ook alweer voor de gemiddelde burger ook alweer fijn, toch? Dat ze uit die vibe zijn van dat onderlinge wantrouwen en zo, en dat het nu gaat over samenwerken. Ja, dus dat het huidige sentiment is, denk ik ook, dat mensen iets hebben van de politiek is vooral met zichzelf bezig en gaan nu tot een oplossing komen en dan, ja, kunnen we weer door met z'n allen. Ja, want er is nog wel het een en ander te regelen. Zou je kunnen zeggen, inderdaad, ja.